Want ik ben een paar keer echt gewoon goed gevallen op van die MTB-routes. En ik durf het gewoon eigenlijk niet meer. Nou, we zijn bij een pumptrekje aangekomen. Mijn jongste zoontje vindt het geweldig. Nou, daar gaan we. Als ik het maar ga redden. Oh, wat is dit hoog. Hey, welkom terug bij mijn nieuwe video. Ik heb voor mezelf de MacBook Ultra 2 pedalen aangeschaft. En dit zijn pedalen met een magnetische kliksysteem. En ik ga ze vandaag bevestigen aan mijn fiets. En de komende tijd ga ik ze uitproberen. Ik zal eerst even laten zien wat er precies in de doos zit. Tada-tada. Nou, een mooie sticker. Met een folder. Hoe het erin staat, hoe het allemaal bevestigd moet worden. De MacBook pedaal. En dit is aan de kant van de flat pedal zelf. En dit zijn de magneten. En dit zijn de dingen die je moet bevestigen aan de schoenen. Nou, er zit een mooi zakje bij. Schroefjes. Waarbij je de clips kunt bevestigen aan de schoenen. Nog een pedaal. Dit wat je kunt gebruiken om de schroeven mee vast te zetten. En gekleurde dopjes. Maar waar die nou precies voor zijn, dat moet ik nog even uitzoeken. Maar het ziet er in elk geval kleurrijk uit. Dat was het. Nou, op deze schoenen ga ik mijn MacBook plaatjes bevestigen. Nou, de schoenen zien er niet meer uit, maar ze zijn inmiddels al 12 jaar oud. Maar ze doen het nog. Zo, die zitten erop. En nu nog even de pedalen bevestigen. Nou, als je ook altijd vergeet met de pedaal hoe vast te zetten, heb ik een tip. Als je naar voren draait, zet je de pedaal vast. Als je naar achteren draait, zet je de pedaal los. Nou, ik onthoud het altijd, als ik naar voren wil fietsen, wil ik natuurlijk dat de pedalen vastzitten. Dus voor is vast en achter is los. Nou, ik ga de MacBooks nu even uittesten. Ik ga gewoon even een klein ritje doen. Mijn hele gezin gaat mee, ook mijn oudste zoon van 10. Dus, let's go! Nou, we zijn bij een pumptrekje aangekomen. Mijn jongste zoontje vindt het geweldig. Dus die gaat hier even overheen met zijn papa. Dus, let op! Alle passagiers mogen uitstappen. Oh, wacht. Ik weet het wel. Nou, mijn eerste 60 kilometer zit erop met mijn nieuwe pedalen. Wat ik heb ervaren is in het begin best wel een beetje...
Nou, eng om het zo maar te zeggen, maar een beetje onwennig. In die zin van, ik heb altijd op SPD-pedalen gefietst. Ook een kliksysteem met mijn Shimano-schoenen. Als je dan je los wil koppelen, dan schuif je gewoon even met je voeten zo aan de kant en dan zit je los. En dat wou ik dus weer doen met mijn magnetische pedalen, klikpedalen. Alleen toen dacht ik, hé, ik kom niet los. En ik moest gaan stoppen, omdat de auto aankwam. Dus ik raakte eigenlijk een beetje in paniek. Dus ik begon gewoon met mijn benen een beetje aan de kant te schuiven, omhoog te trekken. En uiteindelijk kwam ik los. Maar omdat ik dus zo gewend was aan mijn SPD-pedaal, omdat ik gewoon moest schuiven en dan dat ik wel los kom, is hier dus veel anders mee. Want je kunt wel aan de kant schuiven, maar je komt gewoon niet los op die manier. Dus je moet echt gewoon je hele been gebruiken om los te komen. Of even gewoon je been omhoog trekken. Of met je knie aan de zijkant, zeg maar, los proberen te krijgen. Dus dat is wel echt een dingetje dat ik dacht van, dan moet je echt even op letten als je deze pedalen gaat gebruiken. Dat je niet de voorbeeld neemt van de SPD-pedalen. Nou, buiten dat om heb ik ook een klimmetje gedaan bij een bruggetje. En je komt gewoon niet los als je op een normale manier fietst. Je blijft gewoon mooi met je voeten aan de pedalen. Dus wat dat dan gaat, is dat wel heel vergelijkbaar met de SPD-pedalen zelf. Maar het was een kort ritje. Morgen wil ik gewoon even nog een ritje doen met mijn nieuwe pedalen. En dan even wat meer tempo erop. En dan ga ik kijken hoe het dan verloopt. Maar voor nu ging het wel goed. Dus op naar de volgende dag. Nou, lekker even ontbeten. Rustig de dag opgestart. En ik wou eigenlijk iets eerder gaan fietsen, maar het is inmiddels alweer wat later geworden. Het is best wel warm, maar dat wit houdt het niet om te gaan fietsen. Dus, let's go! Nou, ik ben net in Ter Wupping aangekomen en dat is hier echt prachtig. Gewoon weinig mensen, de omgeving is hier zo mooi. Het stukje bos waar ik doorheen ben gekomen is echt net een sprookjesbos. En als je wil genieten van de natuur en rust, is dit echt even een plekje om dat te doen. Nou, waarom ik mijn pedalen van Madpeg heb aangeschaft, is omdat ik zelf altijd SPD heb gefietst. Maar sinds kort doe ik dat eigenlijk gewoon niet meer. Want ik ben een paar keer echt gewoon goed gevallen op van die MTB-routes. En ik durf het gewoon eigenlijk niet meer. Maar toen heb ik een nekhernia gekregen en toen heb ik een MRI-scan gehad. En toen hebben ze dus een bevinding gedaan dat, dat ik dus ook een wervelkanaalstenose heb. En dat houdt in dat de wervelkanaal vernauwd is met zenuwen erin, waardoor de zenuwen bekneld raken. Nou, toen is mij verteld door de neurochirurg dat ik dus echt moest oppassen op mountainbike routes met extreem fietsen. En als ik dan een behoorlijke val zou maken, dat het dus potentieel kan leiden tot een verlamming. En daar zit ik gewoon echt niet op te wachten. Maar ik weet gewoon hoe fijn het altijd was om SPD te fietsen.
Dus dan heb ik voor mezelf even gegoogeld en gekeken of er ook andere opties waren. En toen kwam ik dus de MacPads pedalen tegen, waardoor je er vastgeklikt zit op magneten. Ja, ik denk van nou, dan wil ik dat toch een keer proberen. Dat ik wel weer wat meer vaart kan maken op bijvoorbeeld een mountainbike route. Maar niet angstig hoef te zijn om te vallen. En vandaar dat ik ze dus heb aangeschaft. En ja, ik wil ze nu gewoon uitproberen. En kijken of mij dat ook gewoon goed bevalt. Zodat ik geen rare letsels overhoud. Dus. Ik zal even laten zien hoe makkelijk het eigenlijk is om zo los te komen van de pedalen. Let op. En je bent los. Maar als je het zo doet als de SPD-pedalen, wat ik dus in eerste instantie gewend was, gebeurt er dus niks. Dan blijf je vastzitten. Nou, de plek waar ik nu ben, schijnt een luchtkuuroord te zijn. En dat houdt in dat hier de schoonste lucht is van de omgeving. En dat in Wessingshuizen. Top toch? Nou, ik ben bijna thuis. Nog een paar kilometertjes en dan heb ik een heerlijk ritje gehad. En mooi weer erbij. Dus echt gewoon top. Nou ja, ik heb de MadPax-pedalen voor 2 dagen even uitgeprobeerd. En ja, is eigenlijk nog te weinig om echt een review te geven wat ik er nou echt voor vond. Maar misschien na langere tijd gebruiken dat ik er dan wat meer over kan vertellen. Maar tot nu toe ja, zijn ze vergelijkbaar met de SPD-pedalen. Het enige waar je even rekening mee moet houden is dat je met SPD heel makkelijk er zo uit kan schuiven op een bepaalde manier. En dat kan gewoon bij deze magnetische klikpedalen niet. Je moet echt even ondervinden dat je gewoon met je been even omhoog trekt en dan ben je ook gewoon los. Nou ja, liever wil ik niet vallen natuurlijk. Maar ik hoop als dat een keer gaat gebeuren dat ik gewoon wel heel makkelijk uitgeklikt raak. En wat ze zeggen op internet is dat ook het geval dat het ook gewoon gebeurt. En dat je daardoor gewoon minder letsels maakt. Dus we gaan er maar niet van uit dat we gaan vallen. Maar stel dat het gebeurt, dat je dan gewoon ook direct uitgeklikt bent. Dus dit geeft mij wel een veilig gevoel, deze pedalen. Nou, voor de rest, wat ik ook al zei, ik kan er niet echt een review over geven. Ik denk dat ik na een aantal weken, misschien een paar maanden, echt kan zeggen van... Ja, dit bevalt me wel. En... ik wil gewoon niet meer anders dan dat. Dan ben ik af van mijn sportschoentjes. Dan kan ik gewoon weer lekker ingeklikt fietsen. Dus nou, we zullen het gaan zien hoe het gaat verlopen. Maar tot nu toe ben ik tevreden. Dus en daar gaan we voor. Vond je deze video leuk? Duimpjes omhoog. Abonneer. En dan zie je mij de volgende keer weer. Ciao. Zo, wat een uitzicht!